De consumentenkring heeft afspraken gemaakt met het collectief van importeurs en de verschillende winkeliersverenigingen om adviesprijzen van de importeurs aan te geven. Ze zien dit als een oplossing om prijsopdrijving tegen te gaan en op die manier wordt getracht om de consument te beschermen. Consumenten kunnen dan ook makkelijker meehelpen controleren wanneer er sprake is van prijsopdrijving. Want tot op dit moment hebben we niet gemerkt dat HI in staat is om prijsopdrijving tegen te gaan. Het is een heel moeilijke zaak en soms wil ik begrijpen dat HI niet kan, omdat er ook tussenhandelaars zijn. En die moeten uit het systeem gehaald worden. En ja, het is moeilijk om natuurlijk aan HI te zeggen van ja, je moet geen rekening houden met tussenhandelaars. Je moet dealen met dus de importeurs, zij hebben het beleid. Zij moeten dat beleid uitstippelen. Alleen is zich ervan bewust dat de wisselkoers de prijzen kan beïnvloeden. Maar aan de andere kant merkt hij op dat er in sommige gevallen misbruik van de situatie wordt gemaakt. Hij ziet echter wel op korte termijn een oplossing komen. Men gaat niet uit van dus de koers die er is op dat moment. Men zet er een schepje bovenop. En dat is jammer. Toch? Want het hoeft er niet zo erg te zijn. Sowieso heeft dus die koers invloed op dus die producten. Ik zie op korte termijn een oplossing komen. Als ik het platform van importeurs mag geloven, dan is er op dit moment al ongeveer 70 tot 80% van de producten binnen. En het moet alleen maar aangevuld worden op de schappen. Dus, en dan krijgen we ook natuurlijk dat dus die koers nu gedaald is. Wat we dus nu zien, dat de prijzen een beetje omhoog zijn gegaan, is vanwege die schaarste. Maar die koers is in werkelijkheid gedropt. En ik denk dat dus de importeurs gewoon uit zullen gaan van dus de verlaagde koers.